Oké. Ah. Nou, lieve mensen, het is eindelijk zomer. En dat betekent dat het tijd is om op vakantie te gaan. Dus in deze video laat ik jullie zien wat voor creatieve producten ik allemaal meeneem wanneer ik op vakantie ga. Geef ik een aantal leuke creatieve mini vakantie hacks. En heb ik nog een aantal bonusproducten die ik eventjes met jullie wil delen. Die ook heel erg leuk is om mee te nemen op vakantie. Dus allemaal dingen die je als het goed is niet wil missen. Maar eerlijk is eerlijk, wanneer ik op vakantie ga neem ik niet zo'n hele grote koffer mee met creatieve spulletjes. Helaas, dat gaat niet. Maar mag ik wel van mezelf mijn gele vertrouwde rugzak tot op de nok toe vullen met spulletjes die ik mee mag nemen. Het is niet altijd helemaal vol, maar zo heb ik tenminste een beetje een grens van maximaal. Als het hierin past, dan mag het mee. Anders niet. Laten we beginnen met de essentials. Dus de producten die ongeacht waar ik naartoe ga en hoe lang ik ergens naartoe ga, standaard in mijn rugzak mee moeten. Natuurlijk kan ik nergens naartoe zonder mijn lieftallige itie mee te nemen die gevuld is met al mijn favoriete goodies. Hij is niet eens zo heel vol. Kijk, valt heel erg mee. Heb ik best goed gedaan. Nou, wat zit er allemaal in? Een gum. En natuurlijk een kneedgum. Ik kan echt niet meer zonder kneedgum. Verschillende schetspotloden. Zo heb ik natuurlijk mijn lieftallige blauwe schetspotlood van Caran d'Ache. Inclusief het babytje. Want hè, die horen gewoon samen. En ik heb twee schetspotloden. Een HB en een 2B. B2. Een van de twee. B's. Ha! Verder heb ik twee pennen hier bij de hand. Ik heb deze blauwe balpen van de HEMA. Ik vind deze zo lekker schrijven dat ik hier gewoon twee van heb. Ik ga niet allebei met vakantie, voor het geval ik ze kwijtraak. Dus eentje blijft thuis. Maar ja, die schrijft echt super lekker. En omdat die blauwe inschrijft, heb ik ook een zwarte pen die ook gewoon nu standaard meegaat. En deze heb ik gekregen van Pentel. En het fijne is dat deze zwarte inkt die droogt wat sneller op. Dus als ik aan het schrijven ben met mijn linkerhand, krijg ik geen vieze handen. Super relaxed. En tenslotte heb ik nog deze drie verschillende pennen in mijn etui. En dat is deze witte Signal Broad. Een smalle zwarte Posca stift. En deze hele fijn schrijvende Pentel brush. Heel erg fijn om mee te schrijven, want hij heeft een heel klein puntje. Dus je kunt hele mooie brushlettering doen zonder dat het heel veel ruimte in beslag neemt. Ook echt wel een hele mooie. Een product wat ik nu niet in mijn etui heb zitten, omdat hij voor mij echt een paar dagen geleden kapot is gegaan. Dat is een vulpotlood. Heel erg fijn, want op die manier hoef je die niet te slijpen. Want die blijven eigenlijk altijd even scherp. En ook vulpotloden heb je tegenwoordig met verschillende hardheden. Dus ook daarin heb je ook bijvoorbeeld een 2B of zelfs zachter om daarvoor te vinden. Maar omdat ik natuurlijk potloden meeneem die wel geslepen moeten worden, moet ik natuurlijk ook een puntenslijper meenemen. Nou, daar heb ik twee verschillende opties voor. Ik heb gewoon een hele simpele dichte van een Staedtler. Werkt eigenlijk prima. Maar als ik de ruimte kan vinden in mijn tas, dan neem ik veel liever deze Dale 133 mee. Het fijn namelijk van deze puntenslijper is dat hij dus niet hele plakken van je potloden afhaalt, maar je potloden schraapt. En op die manier gaan je potloden veel langer mee. Als we onze tekenspullen meenemen, moeten we natuurlijk ook een schetsboekje meenemen. Nou, mijn schetsboekje dit seizoen, dat is deze koraalroze-oranje van Talens. Ik zag hem liggen en ik was verliefd en hij moest gewoon mee. Deze schetsboeken zijn in heel veel verschillende kleuren en formaten te koop. Ze zijn niet zo duur, dus ideaal om gewoon lekker je gang in te gaan zonder daar heel veel druk in voor jezelf neer te zetten. Ja, en gewoon essentieel. Als ik ergens heen ga, gaat deze met me mee. Dan heb ik nog één essentieel ding. En dan gaan we over naar de extra spulletjes die ik meeneem. Ja, essentieel. Voor mij is die essentieel. Ik begrijp dat niet iedereen de luxe heeft om deze mee te nemen. Ja, eigenlijk zijn het drie spullen. Maar ook weer één. Ik laat het wel zien. Het is in ieder geval mijn iPad Pro inclusief toetsenbordje en de pencil. Dus vandaar drie producten. Deze gaan eigenlijk ook standaard, als ik ergens naartoe ga, gaan standaard in mijn rugzak mee. Mijn rugzak heeft er ook een speciaal vakje voor. Daar heb ik hem ook speciaal voor gekocht. Dus ja, die gaan toch wel echt heel erg mee. Want soms wil je gewoon eventjes een ideetje snel uitwerken. Of heb je gewoon lekker zin om digitaal te tekenen. Dus ja, die zit eigenlijk ook standaard in mijn rugzak.
Maar wanneer ik op vakantie ga, wil ik niet alleen maar essentiële producten. Maar ik wil ook wat producten die me extra vrolijk maken. En waar ik gewoon heel erg blij van word. En een van de dingen waar ik onwijs blij van word, is natuurlijk kleur. Want zomer en kleur. En ook gewoon, denk ik, dat is gewoon één dingetje, zeg maar. En onder andere dus ook kleurpotloden. Heel erg lekker, want je hebt verder niet al te veel extra spullen om je heen nodig. Gewoon wat kleurtjes, papier en dan ben je eigenlijk al klaar. Dus mijn Faber-Castell Polychromos kleurpotloden, die gaan mee. Nou, dit hele grote blik van 120 stuks, dat is natuurlijk een beetje te veel van het goede. Dat snap ik ook wel. Het is ook best wel een gewichtje. Dus dat gaan we niet doen. Nou, dan kun je natuurlijk of de keuze maken dat je gewoon zo'n klein blikje koopt. Maar dat vind ik zonde als ik de potlood al heb. Dus wat heb ik gekocht hiervoor? Ik heb een potlodenrolmap etui gekocht. Zo. En deze rolmap etui, hier kunnen volgens mij 38 potloden in. Die zet je allemaal erin. Vervolgens rol je hem op met alle potloden. Zo. En vervolgens draai je het eromheen en heb je het klittenbandje. En is hij gevuld. Nou, mijn potloden is natuurlijk wel ietsje groter. Maar hij is niet zo groot als de blik. En je hebt zo'n rol veel makkelijker weggestopt in je tas dan dat grote, zware ding. Breng me trouwens meteen op nog een extra mini hack. En dat is dat het ook heel slim is om van tevoren een beetje een kleurenschema uit te denken. Vooral als je meerdere mediums of meerdere soorten producten mee wil nemen, is het heel erg handig dat je gewoon werkt met een beperkt kleurenpalet. Dus of dat nou blauwe tinten zijn of allemaal kleuren die bij het strand passen. Of misschien echt kleuren die bij die vakantiebestemming horen waar je naartoe gaat. Of misschien je lievelingskleuren. Dan is het heel erg handig als je dat van tevoren even uitplant en daar je producten op gaat zoeken. Op die manier heb je allemaal producten die heel mooi bij elkaar passen. Dus je kunt dan ook gewoon lekker hier en daar wat verschillende producten met elkaar combineren. En je hebt meteen niet zoveel keuzestress. Zoals ik heb. Bij de Subway bijvoorbeeld. Dus een vakantiepalet uitkiezen, een beetje omtrent je zomer, waar je mee aan de slag wil gaan op je vakantie, is heel erg fijn om op die manier wat keuzestress te verminderen. Jullie snappen natuurlijk, in ieder geval de mensen die mij al wat langer volgen dan vandaag, dat ik niet natuurlijk maar één medium mee kan nemen. Alleen kleurpotloden is voor mij gewoon niet genoeg. Ja, iets met keuzestress en zo. Dus iets wat ik absoluut meeneem, dat is waterverf. En dan neem ik lekker een pocketboxje mee. Nou, van deze dingen heb je heel veel verschillende soorten. Heel veel merken, hele kleursamenstellingen. Dat moet je lekker zelf weten. Maar het is gewoon heel erg fijn om dit gewoon lekker mee te kunnen nemen en mee aan de slag te gaan. Er zit trouwens ook een penseeltje in. Maar ik neem zelf ook allemaal gewoon mijn eigen penselen mee. Die zal ik zo ook nog eventjes laten zien. En hoe tof is deze kleuren samenstelling van deze pocketbox. Is toch wel echt wel een van mijn zomerfavorietjes. Ook zijn die doosjes los te koop. En zo heb ik onder andere deze pocketbox helemaal zelf samengesteld. Met kleuren die ik op dat moment heel erg graag wil gebruiken. Oh, en bonus tip. Je kunt die pockets kun je allemaal eruit halen. Dus stel je zou één kleur willen vervangen met een andere kleur of wat dan ook. Dan is dat gewoon mogelijk. Natuurlijk bij verf horen penselen. Dus ik neem ook een setje aquarelpenselen mee. Nou, ik heb verschillende maten van deze Van Gogh. Ik heb een 0, 2, 4, 8 en 12. En die neem ik ook gewoon lekker samen mee. Als ik ze meeneem met vervoer, doe ik er gewoon een elastiekje omheen. Doe ik een iets grotere etui. En dan blijft het eigenlijk gewoon prima aan elkaar zetten. En dan heb ik een product, eigenlijk wat een beetje voor mij de reden was om deze video te maken. Omdat volgens mij niet heel veel mensen hier vanaf wisten. Mijn portable waterbeker. Super chill. Je hebt van die richels hierin zitten. Dus je kunt ook heel makkelijk je penseel erop leggen. Dat hij op die manier daarop blijft rusten. Ben je klaar? Doe je het water eruit. Je klapt hem in. En hij gaat mee. Zoals je ziet. Hij is niet heel schoon. Want hij is gebruikt. Super chill ding. Zeker aan te raden. Mocht je nou het geromslomp van gewoon een kommetje water en penselen te veel vinden, dan is het ook heel erg handig om gewoon aquabrushes mee te nemen. En deze van Pentel zijn hele goede aquabrushes. Het heeft ook een iets groter waterreservoir, waardoor die net wat lekkerder in de handen liggen om mee aan de slag te gaan. Ik kan natuurlijk niet een stationary nerd zijn door vervolgens met mijn aquarelverf in dit schetsboekje aan de gang te gaan. Kan in principe wel als je het heel erg licht doet, maar ja, ik ben toch wel echt van het juiste papier bij het juiste medium gebruiken.
Dus natuurlijk neem ik een aquarelboekje mee. Nou, het boekje waar ik persoonlijk binnenkort mee aan de slag ga, maar daar hoor je de volgende week meer over. Dat is deze grote vierkante aquarelboek van Claire Fontaine. Heb ik ook in een soort variant in het begin van het jaar meegewerkt. Ik ben er gewoon heel erg fan van. Je hebt er ook verschillende maten van. Maar als ik, stel ik zou volgende week op vakantie gaan, dan denk ik dat ik zo'n Hanemule zigzagboekje zou bestellen. Ik heb ze de laatste weken bij Paperful zien langskomen, want die is alles aan laten zien in de stories. En het ziet er toch wel echt heel erg leuk uit als je op vakantie bent om daar één groot overzicht van te maken. Dus zo'n zigzagboekje is ook echt wel een aanrader, denk ik. Als ik hem moet bestellen, laat maar weten in de reacties beneden. En dan heb ik nog één product wat ik dit keer voor de eerste keer mee zal nemen op vakantie. En dat is een velletje grafietpapier. Ik haal hier gewoon een velletje af. Die vouw ik dubbel en die doe ik gewoon in mijn schetsboekje verstoppen. Want ik had me van Sarah toch een goede tip gekregen van Sarah Lindehols. En zij kwam met de tip dat als jij een vakantieboekje hebt of zo, want op vakantie vind je heel veel van die toeristenboekjes en van die blaadjes en dergelijke. En daar staat bijvoorbeeld een plaatje in wat je heel erg leuk vindt om na te tekenen, maar je hebt geen zin in die hele geromslomp. Dan pak je zo'n blaadje grafietpapier, je scheurt dat blaadje uit het boekje, leg je ertussen. Nee, dat grafietpapier leg je ertussen en vervolgens trek je die lijnen even over. En heb je meteen al een basis staan. Dan kun je eigenlijk meteen beginnen met het aanbrengen van je kleur. Of dat nou kleurpalonen zijn of waterverf, stiften of wat dan ook. Ik vond dat zo'n goede tip. Ik dacht, die moet ik eventjes met jullie delen. Ten slotte heb ik nog één lekkere ontspanningstip voor jullie, wat je ook mee kunt nemen qua creatieve producten. En dat is een kleurboek. Of het nou een kleurboek is voor volwassenen of van de kinderafdeling, dat maakt helemaal niks uit. Maar gewoon een beetje kleur in een kleurboek werkt onwijs ontspannend. Ik ga ook regelmatig naar een van mijn vriendinnen toe en dan gaan we gewoon lekker de hele avond kleur in een kleurboek en een beetje kletsen, want je kunt er heel lekker mee multitasken. Nou, om te werken in het kleurboek heb je natuurlijk wel wat nodig om erin te kleuren, dus vergeet dat niet. Al verwacht ik niet dat jullie dat vergeten. Maar je hebt dus ook hele toffe stiften van Stabilo die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Ik vind die altijd heel erg mooi uitzien. En die zouden ook gewoon kunnen passen in zo'n rol-etui. Maar kleurpotloden in een rol-etui kunnen natuurlijk ook. Dat was in ieder geval de video. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Vol met allemaal creatieve goodies die ik onder andere meeneem op vakantie. En misschien zit er ook nog een leuke tip voor jou tussen. Nou, sowieso in de omschrijving heb ik alle linkjes staan van alle producten die ik zojuist heb genoemd. En het zijn ook allemaal affiliatielinkjes. Dat betekent dat jij hetzelfde betaalt als altijd, maar ik ontvang er een kleine commissie over. Dus op die manier help je mij ook weer. Win-win, toch? Daarnaast ben ik ook heel erg benieuwd naar jullie. Ik ben benieuwd of jullie op vakantie gaan. En zo ja, waar naartoe? En als je op vakantie gaat, of je ook creatieve spulletjes meeneemt. En zo ja, welke spullen kunnen er bij jou niet ontbreken in het creatieve arsenaal? Laat het weten in de reacties beneden. Persoonlijk ga ik deze zomer nog niet op vakantie. Dat laat heel eventjes op zich wachten. Dus op dit kanaal vind je deze zomer alsnog iedere week een gezellige creatieve video. En, alvast kleine spoiler, er komt een hele leuke teken-challenge aan. Dus we gaan ook weer voor een creatief avontuur deze zomer. Daar volg ik meer over. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken en... Wat? We gaan toch op vakantie! Oké, doei!